Koster, we zijn er klaar voor. Was er eens een koster in het zuiden, het is een heel erg oud verhaal, die elke dag de klokken luidde, op zich is dat nog heel normaal. Nee. Maar door de jaren werd de koster verslaafd aan het luiden van de klok. Hij kon er toen niet meer mee stoppen. In het dorp werden ze gek aan bloot. Wacht. Ik ga tekenen. Klaar? Maar ach, de koster werd al oud en men raakte aan het gelui gewoon. Ze leerden met de klokken leven en zongen in dezelfde toon. Mama, ik moet zingen, hè? Ik teken. Dit is een teken. Bam, 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 bam. Maar de klokken van het zuiden, oh, wat gaan ze weer te keer? Zijn de klokken van het zuiden en van onze lieve Heer. Maar als klokken blijven luiden, doen op den duur je oren zeer. Daarom zong het hele zuiden, kreeg die koster van het luiden, maar een keer het heen en weer. Op een dag, het was in september, toen hielden plots de klokken stil. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gil. Men wilde weten wat er los was, dus de politie over het hek. Daar vonden zij de oude koster met een klepel in zijn nek. Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op de graf het klepel neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat die klepel heen en weer. Bam, 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 bam. Voor de klokken nu eens luiden. Bam, oh, wat gaan ze weer te keer? Bam, zijn de klokken van het zuiden. Bam, en van onze lieve Heer. Maar als klokken blijven luiden, doen op een duur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden, zal de koster niet meer luiden. Nee, dat doet hij nimmer meer.